Mensen, welkom terug voor meer Resident Evil 6. Als je je afvraagt van waar de fuck is Richard nou weer? Hij was nog bezig met Leon Kennedy's campaign. Hij was nog in Talos Cathedral. Nou ja, dat klopt. Daar was ik de vorige keer gestopt. Toen ik weer wilde verder spelen, vond ik dit in het menu onder Special Features. En ik denk van, weet je wat, fuck it. Ik deel het gewoon met de kijkers, want het is best wel geinig. Toen ik hier zo inging, zag je een soort van kleine kat zien dat je in een garage binnenvliegt. En in deze garage staan 4 jukeboxes. En je hoort ook een beetje jukebox-achtige muziek op de achtergrond. En elke jukebox staat gelinkt aan een main character die zijn eigen campaign heeft. Dit is de jukebox van Ada Wong. En de jukebox zegt ook een klein beetje iets over het personage. Want in de jukebox van Ada zien we de lettertjes Ada. En daarnaast een grote crossbow. Want de crossbow is main, is Ada haar main weapon. Jake ken ik nog niet, dus ik weet niet wat Jake voor verhouding heeft met zijn jukebox. In Chris' jukebox zie ik een helikopter met wat sterretjes die oplichten op de achtergrond. Want Chris is een ex-star soldier. En in Leon's jukebox zie ik een politieauto, want Leon is een ex-politieman. En in Leon's jukebox heb ik wat files unlocked. En ik denk dat die ronde blauwe tegels waarvan ik er een paar gevonden heb. Ik denk dat je daarmee die files unlockt. En ik zie ook dat ik een paar open plekken heb. Dus ik ben al een paar van die blauwe tegels ben ik vergeten. Maar goed, dat geeft het spel wel enigszins wat replay value. Maar goed, dat wilde ik even laten zien. Dit leuke kleine stukje extra's. Dan warp ik de shit nu weer snel terug naar Leon's campaign en dan gaan we verder met het verhaal. See you guys in a second. Daar zijn we weer. Ik heb er even een biertje bij gepakt. Speelt toch wat comfortabeler. Zrup. Dit is waar we waren gebleven. Gaan we weer verder met Leon's campaign. Talwalk's Cathedral. En al deze mensen hier zijn allemaal survivors van die bioterrorism attack. En die wachten hier totdat ze worden gered. En Helena staat daar verderop bij een soort van altaar. En ik denk dat ik daar ook naartoe moet. Dus I meet up with her in a second. Maar eerst ga ik even kijken of ik met deze mensen kan interacten. En of ik nog wat kan looten hier en daar. Hello dudes. Wie ben jij? Are you cool? Hij is naar buiten aan het kijken. Het regent nog steeds fucking hard buiten. Het is wel toevallig, want het regent nu toevallig ook hier zo buiten. Hello? My son Marco, he's in the PSAA. You watch. He'll be here with the whole army any minute now. Oké, ouwe. Wel fijn dat je de mensen hier een beetje hoop in praat op die manier. Want er liggen er een paar te janken daar zo. Ik zie hier een wietplant. Die schuiven we even in onze broekzak. Holy shit. Deze neger heeft een fucking grote gun. Jij had me wel even wat backup mogen geven toen ik daar buiten met die zombies aan het vechten was, dude. Thanks for the no help. Deze gozer hier, in dat witte blouseje, die heeft wel geholpen. Even een goede camera view op die gast. Hij heeft wel geholpen met een soort van sniper die wat backup fire geven toen ik buiten met die zombies aan het vechten was. Thanks for that, dude. Ik had je nog niet bedankt. Heavenly Father, I beg of you, please, watch over my Nancy. She's with her boyfriend. I just don't trust he'll take care of her. Dit is wel interessant, want misschien is die Nancy waar deze... Oh shit, sorry, ik wilde je geen trap geven, gozer. Die Nancy waar deze moeder het over heeft is misschien Misty. En die boyfriend is dan misschien Peter. En zo. En Peter is ook inderdaad een klootzak. Maar weet je, als jij zo bezorgd bent om Nancy, waarom geef je die first aid spray dan niet aan de medo's? Dus dan neem ik er wel mee. Ik vind het helemaal prima. Dus... Oké, Helena, what the fuck is de deal met deze fucking cathedral? There are stairs under this statue. It was open the last time I was here. Shit, what do we do? We'll figure something out. Let's take a look around.
Okay. Ze moet een beetje. Hij geeft daar iets aan. Oh, hij geeft daar ook iets aan. Een soort van key item. This isn't just part of the decor. You're right. There's more here than meets the eye. Okay, dan daarboven geeft hij ook iets aan. Daarboven geeft hij iets aan. Er zitten van die ladders, maar die zijn weer naar de kloten. Dus denk ik Ethan weer doorheen gezakt met zijn dikke reet. Maar ik kan wel dat wijf naar boven gooien. Dus dan doe ik dat gewoon even. Alioep. En dan. Hey. Ze neemt de benen. Where the fuck are you going, bitch? Oh, wacht. Ik zie daar trouwens iets. Ze loopt toevallig onder dat ding door. Zien we toevallig even. Oké, ze heeft zo'n ladder neergetrapt. Dat is wel nice. Thanks, alleen. Maar voordat ik naar boven ga daar met die ladder. Kijk hier, er zijn nog wat dozen. Die ga ik even kapot rammen. Er zitten skill points in. Dus nemen we allemaal mee. Deze deur, daar kan ik niet in. Er zitten vast weer de geheimen achter. Die je in die kerken waar je nooit achter mag komen en zo. En hier vind ik hier helemaal niks. Wat is de point of deze kamer dan? Of zit hier een illusionary wall? Net zoals in Dark Souls of zo. Ja, nou, weet je dan, fuck deze kamer. Het is weer een kamer voor de katse kut. Ik zie alleen de kerken, die Jerry. En dan heb ik. Zie ik hier nog een kamer? Is dit ook weer zo'n Jan Lulkamer? Hier zit ook weer niks in. Oh, wacht. Oh, pak. Van tonnen die ik naar de kloten kan rammen. En dan was hier geloof ik nog een deur. Daar kan ik niet in. Oké, wijf, ik kom naar boven. Ik ben klaar met exploren. En dan. Deze deur zit ook dicht. Hier geeft hij iets aan. Wat de fuck kan ik hier doen? Ik kan het mecha beeldje erop zetten en dan. Nothing. We must be missing something. The two motherly saints will reveal the path. Dat Maria beeldje zit weer in mijn inventory, dus die heb ik daar niet neergezet. Daar zo geeft hij iets aan. Daar zo. Dat is niet achter deze deur. Dat is achter die deur. Hier zo vind ik een kist. En in de kist vinden we. Nog zo'n mecha beeldje. Something tells me they're not just for show. No shit, maar kan ik nu wel erop zetten dan? Oh kijk, nu geeft hij een co-op command aan. Wat de fuck gaan we doen? Waar ga je naartoe? Wij rent weg. Is het net Jessica van Outlast 2, die rent ook deze weg. Okay. Oh wacht, ze heeft natuurlijk het andere beeldje en die zet ze dan aan de andere kant. Dan moeten we tegelijkertijd opzetten. En dan. Now we're getting somewhere. Een nieuwe geheime kamer. Let's go. Nee joh, wijf, dit is juist leuk. Maar voordat ik naar beneden kom, ik zag weer wat tonnen. Ik zag Helena langs een paar tonnen lopen. Oh, en daar zie ik nog zo'n wietplant glinsteren. Die nemen we ook fucking mee. Fuck yes. Verder nog iets? Verder was er niks. Oké, ik spring naar beneden en ik kom naar je toe. Andere Resident Evil games die ik trouwens heb gespeeld zijn. Ik begon met Resident Evil 1. Echt de allereerste en zo. Op de PlayStation. Wat de fuck is dit voor kamer en zo? Dit ziet er wel uniek uit allemaal. Hier zo is een lever. En hier zo.
Daar is ook een lever. Roger. En dan? Oh, we krijgen allebei ons eigen deel weer. Ik word weer separated van... What the fuck? Pardon? Helena, there's a switch on these statues that shuts them off. Okay. Een soort van puzzel. Oh. Holy shit. Okay. You wanna play with the king, huh? You wanna play with the king? This is gonna get a little bit dicey. We don't have time for this crap. En dan komen er zeker een heleboel. En dan? Ik denk dat zolang ik in beweging blijf, zou het goed moeten komen. This is gonna stop me. Oh ja, kijk, just keep moving. My thoughts exactly. Ja, wouldn't want to miss out on all the fun. My thoughts too. Gewoon in beweging blijven, dan komt het goed. En het worden er dan steeds meer. Maar ik weet ook niet of je iframes krijgt als je op die knop drukt. Zo, RJ, was dat het? Of komen er nog meer? Nog meer van die standbeelden. Gewoon blijven joggen, Ries. Gewoon blijven joggen. Kijk, daar hebben we weer zo'n kutbeeld. Yes. Je krijgt er inderdaad iframes van. En dan? Oh, daar is er nog één. Was dat het? Oké, let's go. Oké, ja, de ingang is open gegaan, of de doorgang. Dus nu kom ik hier en dan moet ik nog een puzzel solven, zo te zien. Ik zie dat daar zo een vizier ligt. Dat is hetzelfde als wat ik heb op mijn gun, zeg maar, zo'n laser. En die is geel trouwens, je kan het nu heel goed zien. Die is geel omdat ik hem geel heb gemaakt. Bij default is de laser eigenlijk rood. Maar je kan hem eigenlijk gewoon van kleur veranderen. En ik heb gekozen voor geel omdat dat ook de kleur is van mijn team met Pokémon Go. Dus dat vond ik wel grappig om het zo te doen. Ik zet hem eigenlijk voor dit stuk maar weer even op rood. Dat is misschien handiger voor jullie om... is wat logischer en zo. Maar wat de fuck moet ik doen? Oh zo. Ja, hij staat er net al niet op gericht. Maar is dat dan een lijk? Nee, whatever. En trouwens... Die dingen kunnen kapot. En er liggen skill points. Maar kan ik daar dan straks bij? Ik weet het niet. Dus, of jij kan het misschien voor me meenemen, meisje. Maar ja, dat is denk ik gewoon... Als je co-op gaat, dan heb je natuurlijk allebei je eigen deel. En dan ligt er ook natuurlijk loot voor de andere speler. Het is nog steeds aan het hozen. Moet wel oppassen. Oh. Holy shit. Dat ziet er echt uit alsof er een dude staat daar zo. Is dat ook zo? Of ik speel tenslotte wel Resident Evil. Maar nee, dat is zo'n ding. Alleen er gebeurt niks. Dit is denk ik de achterkant. Dat is de achterkant, geloof ik. Yes.